De regering blijft primair verantwoordelijk voor de bescherming van de grondenrechten van de inheemse volkeren. President Chandrika Prasad zegt in een videoboodschap in verband met de dag der inheemse en Javaanse immigratie zich als staatshoofd sterk te zullen maken om de inheemse groep te helpen vorderingen te boeken in het nastreven van de ontwikkelingsdoelen van Suriname. In de afgelopen decennia is de wereld aanzienlijk gevorderd in het opkomen voor de rechten van inheemse volkeren. Maar er moet meer gedaan worden voor de inheemsen. De inheemsen willen als eerste bewoners van ons land ook ontwikkeling en verbetering op basis van nationale en internationale erkende rechten. Als president wil ik samen met de regering en het parlement de inheemse gemeenschap in staat stellen de gezondheid te gedijen en het welzijn te waarborgen. De wet collectieve rechten inheemse en tribale volken is inmiddels goedgekeurd in de staatsraad en is aangeboden aan de Nationale Assemblee, die in dialoog moet treden met alle relevante organisaties en groepen om de wet behandelklaar te maken. Het staatshoofd vraagt de betrokkenen vertrouwen te hebben in de regering om samen te komen tot een oplossing van het grondenrechtensvraagstuk. President Santokki richtte in zijn boodschap uiteraard ook tot de Javaanse broeders en zusters. De gemeenschap moet niet vergeten dat de vestiging van de Javaanse gemeenschap een bijzondere bijdrage is geweest aan de opbouw van de Surinaamse economie. Gedurende 131 jaar leveren de Javanen een grote bijdrage aan de opbouw van ons land. Ze zijn een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. Landgenoten, Louis Bradenassisa, de Surinamers van Javaanse afkomst, zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Santokki zegt verder dat het van belang is dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen de verschillende bevolkingsgroepen. De Javaanse gemeenschap heeft een onvergetelijke rol gespeeld bij de vorming van het rijk cultureel erfgoed, welke wij als gemeenschap nu met elkaar mogen delen.